En hallo beste kijkers, welkom weer terug bij Brian Fashions. Mij. We hadden Black Ops 1 gekozen, maar Brian had niet echt bij de hand, zo maar zeggen. Hè. Ligt even weg. En dan pakken we gewoon even een 2. Brian, wat dacht je dat van mij moet winnen? Ja? Yeah. Ik geef één tip. Ik heb de vorige film, ik zal even starten. Chance gehad om te winnen. Echt waar, heb ik chance mee gehad. Dus eigenlijk, ja, als jij deze wint, en ik heb al een shot verloren, dan moet ik bij jou bij Black Ops 1 winnen. Dan moet ik dat. Als ik dit win, dan moet jij GTA 5 winnen. Maar als jij deze wint, moet jij niet GTA winnen. Als ik dan nog Black Ops 2, Black Ops 1 verlies, dan heb jij gewonnen. Dat is cool. Ja. Van Brian Fish en Thomas hadden jij gewonnen. En dat is dan gelijk. Als we allebei aan elkaar een spel niet kunnen winnen, of zo raar eigenlijk. Oh. Dan pakken we gewoon een random spelletje of zo, dat je allemaal bij content zijn of zo. Dank u. Come here, son, bitch. Good luck. Okay. Lang in mijn tijd gespeeld. Ik denk dat dat nog een munch ongeveer geleden is dat ik nog zombies heb gespeeld. Ongeveer. De controls zitten er nog altijd goed in. Dat vind ik altijd fantastisch bij Black Ops. Black Ops 2 heeft een leuke zombie games. Maar ik vind de multiplayer eigenlijk iets minder. Sorry, ik moet zeggen. Ik vind Black Ops 1 multiplayer veel beter. En dan Brian, wat vind jij er eigenlijk van? Ik vind dat je eigenlijk een beetje gelijk. En Black Ops 1 heeft ook wel goede zombies eigenlijk, dus dat is wel hallo budget. Ik vind de zombies van een 1 iets beter. Ja, de 2 gewoon ook goede zombies vind ik. Hè. En ja. Een 1 heeft van die smiegels. Ja. Van die wat hè? Van die smiegels, die dingen die zo ontploffen. Ah, die. Ik weet niet, noem die niet creepers ofzo? Ik dacht dat ze creepers noemen omdat die ontploffen hè. Dus bij Minecraft ontploffen die ook dus. Ja, maar dat lijkt op dat mannetje van ons. Ja, kijk wat je bedoelt. Van Lord of the Rings. Yep. En van de Hobbit, dat je dat ooit gezien hebt. Ja, dan eerst. Ja, ik heb dat allebei gezien. Hey, ja. Een 2. Ja, ik kan nog niks spoilen, maar een 2 is... Ik vind hem beter dan de 1 eigenlijk. Een 2 is... ferme acties zijn zin, vind ik. Zo tof. En natuurlijk, ze vinden... ze vinden iets, hè. Dat kan ik al een beetje spoilen, maar... Dan dreig al wel cool worden, want dat wordt zo'n battle, denk ik. Zo. Dat is wel cool, dan denk ik. Zo'n, zeg, ja. Zie jij zombie? Zien er geen ene. Ja, ik ook niet. Maar ik heb liever van die films, zo van die Egyptes, van de mummy en zo. Oh, ken jij de film The Mummy of the Downed Empire dan? Is dat met die Yetis? Ja! Ja. Een zalige film! Dat is echt, vind ik fantastisch gewoon. Die Yetis zijn echt zalig of zo, hè. Die zijn echt zo goed, hè. Nee, echt een goeie film. Ja, ik vind ook een goeie film. Met dat levend paard, zo. Ja. Nou, oké. Okay. Ik ken die film helemaal, niet helemaal met een kop, zo. Maar het show is van ook op die brug, als die een tempel vinden, zo. Wat gebruiken we? Geweren? Die koffer open, check even op die geweren. En zo, wat? Waar haal je dat vandaan in een keer? Nee, want hij is alleen maar een pistooltje bij Jan. Baf in een koffer met geweer of zo. Dat is echt grappig of zo. En ik vind het wel grappig dat dat mesje zo ha, tjaka, tjaka. En dan komt er zo'n Yeti. En dan die ineens zo. Spreek je Yeti? Hey, zombie killer. Godverdomme, is gewoon niet meer. Oh. Kijk een pad. Haha, in ronde 2. Weet wat ik gewoon doen? YOLO bitches, boxer win. Ik weet niet, maar ik vind dit wel zielig dat jij weer dood gaat eigenlijk. Ik was niet aan het focussen. Ik ook niet. Ja, dude. Zou dat de laatste zombie zijn? Oh, you suck! Letterlijk, you suck! Ik zou de laatste zombie pak. Normaal dat er echt staat, you suck? Ja. What the fuck?
je zak. Kom, oh, maar dat, ik zei toch niet gewonnen, we zitten gewoon terug opnieuw. We doen een klein maatje rap, ik weet niet, het is al 5 minuten. Ja, dat moet wel langer, hè? Ja. Ik ben het beste van de 3 of zo. Ja, of zoiets. Haha. Maar vraag het wel of ze zijn best met te doen, ze. Want als je mij aan neergaat, dan ben ik wel serieus gewonnen, ze. Denk dat. Doe het, ga in ronde 2. Ik ga wel dood in ronde 3, dat is mijn ding. Les dat ik dood ben gegaan of zo, denk ik. Eigenlijk mag je niet zeggen, want er zijn dan zo'n mensen die zeggen: nee, Thomas, je bent ook ooit gedood gegaan in ronde 1, sowieso. Dat je zegt dat spel af of zo. En dat je nu zegt: hey, ik heb geen zin, dus hè? De instelling staat niet goed en dan ga je stoppen. Zo kan ik ook doodgaan in ronde 1, maar zo echt aan het spelen, ben ik echt zo minst denk doodgaan in ronde 3 of zo. Maar ik had dat wel een beetje pech, want ik moest gaan eten eigenlijk, dus daarom kwam dat eigenlijk. Wie is moed? What the fuck? Tegen mij. Je duwt me in de lava, god! Je hebt wel geduwd! Echt een zombie spullen, hè? Ah! Geen schot op, hè? Ik vind het wel een dik epic spel, zo, Black Ops 2. Niet zombie. Surprise. Nee. Nee, ik wil eens kijk, ja. Godverdomme! Dat is echt gewoon een klootzak aan dat hangen, hè. Dat is echt wow. Shit, jongen, ik heb dit is van mij. Dat weet ik niet eigenlijk. Ja, ik heb hem, denk ik. Alleen, je mocht ook 1 hebben. Ik weet niet, maar zo blij met zien dan misschien hebben we weinig ammo, hè, kut. Ja, misschien. Als er ooit een zombie-ding komt, ik kan eigenlijk apocalypse niet zeggen, want als er een zombie-uitbraak komt, dan zou ik echt letten op je ammo ofzo, hè. En op je eten. Dan zou ik echt zo de 2 dingen zijn die belangrijkste zijn, zo wapens en eten dan, hè. En drinken, dat doe ik kort erbij. En misschien... Ja, dat reken niet bespreken. Want misschien dat er sommigen zeggen, oh, een schuilplaats is ook een beetje handig of zo. Ik denk niet echt dat je gaat schuilen, want als je gaat schuilen, kun je wel een beetje overleven, maar je moet wel eten gaan zoeken. Je moet, ja, dingen zoeken voor het overleven. Je moet, Ja, maar als je niet gaat schuilen en je wilt gaan slapen, dan is dat ook een woord. Ja, dat is echt waar. Dus ik zou altijd blijven rondreizen of zo en al dingen vinden of zo. Je gaat niet slapen. Ja. Ergens anders of zo. Maar als ik ergens ga slapen, zou ik dan een bos doen, ergens in een bomen. Snap je niet? Slapen. Of op daken van een gebouw of zo. Dat is juist eens de dag zo'n toe. Ja, en een bos met zombie, dat is echt, ja, dat is echt eng of zo. Dan zou ik echt in mijn broek schijnen of zo. Niet normaal of zo. Dat echt zou gebeuren, ik flip hem gewoon helemaal. Ja. Maar vind ik wel cool als de wereld zo zou eindigen eigenlijk. Niet zoals die Maya's, joh, in één keer uit, boem, patat, dood, nee. Nee. Je vindt dat cool? Ja, als er ooit de wereld zou eindigen, zou er een zombie-apocalypse moeten komen, joh. Dit spel is eigenlijk totaal niet realistisch, hè. Niemand okay. Heeft ooit een machine gemaakt voor de wapen. Ja. Ik vind... Ja. I need ammo. Oh, ik heb dubbelpunten. Erg niet, hè? Je hebt dat heel slim opgepakt, hè? De ronde is nog niet bestart. Oké, hoeveel kost dat hier? Ja, open, open. Echt open? Ja, goeie. Hé, hey, maar ik mag hier zien, ja, doe maar. Memory eerst. Nee, heb ik sowieso een shitty weapon, hè? Zie dat zeg, god. Ja, we gaan voor de box. Jee! Dat lig helemaal daar. Oh, godverdomme. Een type. Oh! Wat ik wel headshot. Een headshot marcheert niet. Ik heb een overlevingstactiek, want ik heb hier ooit met iemand gespeeld. Ik zei een beetje, we moeten in de mer, maar hier waren altijd aan het rondrennen eigenlijk. Misschien het al een tactiek is ofzo. Dat wordt reis moeilijk zijn. Serieus? Hé, hey, daar zit die al vol bij mij.
Oh, dat ik echt nodig mag zijn, bro. Ik wil niet trekken, hè. Ayan! Jij schoot op mij! Ja, maar ik weet niet wat er een zombieachterij was. Dat was een zombieachterij, kom. Die zombies hier schieten gewoon ei. Op een of andere manier heb ik één ding op ei ofzo, zie. Denk ik. Ja, zombies. Heb ik, nee, één van die zombies heb ik denk ik niet, zo. Maar ik heb één op ei, zie, check dat. Check die één. Nee, wat? Dus heb ik één, zie. Hupsie, ik heb één, godverdomme. Op een of andere manier heb ik één op ei. Oh, ik heb nu wel mijn... Oh, kijk, ik heb nog wel mijn pistool met F-full ammo. Dan kan ik een keer irriteren. Hey, Loon! Ik heb wel op mijn snijder pijken. Ja. Ja, ik zal eens boxen, hè. Zal ik eens die boxen. Succes, dan. Jee. Dat is best wel. Snijder pijken. Two is better than one. Ben jij een zombie? Nee, nee, zijn geen zombies meer. Ah, niet meer. Meer? Niet meer, hè. Ja. De punten gaat redelijk goed, hè, Brian. 20. Best wel, ja. 20. Dat is gewoon getallige 20, ja. Haha. Ik kan elke punten wel niet. Jawel, het scorebord. Ja, dan ga ik ze kapot. Zeg, ja. Ik risico nemen, hè. Risico? Ja. Ik moet een spalje winnen. Ja, dat is waar. Is dit keer relax, jongen, boet aan mij, boem boem. Ik ga het als slippen als onze zevende of zo, hè, dan kan ik echt niet meer aan. Oh, dan ben ik. Of... Je hebt kapoem of wat? Fuck yeah. Oh shit, gewoon een zombie cat, maar wat is dit? Je vriend, hè? Ik heb bij geschoten. Ik krijg een nacht. Ai, 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 ai. Ronde 5 zeker, hè? Ja. Wacht. Goh, je mag het hebben, ja. Ik wil niet veel zeggen, maar laat ze slecht lopen. Oh fuck, oh fuck, Thomas. Niet te hard zijn voor je. Hé, hey, is je met een kill gepikt, jij, in het tweede? Oh, nee, ik heb de overigste van. Oh, echt? Hoe is het nou? Ken jij dat liedje eigenlijk van zombie appa dingen daar? Wat? Van zombie appa pak. Abby. Ja, dat. Oh, hey, come on! Type dat, the fuck! Dit gaan we niet meer in, hè? Oh, yeah. Yeah, bitch! Nee! Rappaken voordat hij dat pakt. Oké, Lien. Yes. Hij staat in zijn kill, rappaken. Ja! Wow, hè. We gaan nog moeilijkheidsgrap maken, zijn we opzet door de vuren, vlammen, jongen. Dikke shit, zombie, mag je dat pakken? Oh fuck, ik heb granaten. Hoe moet die granaten hier? Wat zei dat ik eens pakken op jouw shit? Nu zo dat je dan doet, schouwen. Ja, denk dat ik wel. Dan eigenlijk even wat moeite doen. Maar weet je wat, Brian? Dan mag jij het zijn, hè? Zal ik eens naar eigen komen, zeg. En een dikke T-back geven, jongen. Een dikke T-back. T-back, hè. T-back. Ah, T-back. T-back. Ik heb manier niet op je zombie daar. Shit! Ja, Brian, het is goed als het gedaan is. Nog een granatje smijten, een beetje stoer doen. Weet je wat, ik zal hier staan, Brian. Ik zal hier blijven staan. Dan kijk ik nog doodgaan of zo. Dan gaat het totaal niet doen, hè. Je moet gewoon blijven rondlopen. Ja, Brian. Ja? Ver, 7 headshots. Wow. Oké, okay, ik wil nog één ronde doen voor de eer. Voor de eer, ah, is goed. Ik doe het graag alweer. Ga je eigenlijk aan het opnemen? Ja. Oh, hallo. 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 Nee, pas door. Oh.
Een randje voor de eer, speciaal van een brein. Als ik mij verlies, hè. Ja. Dan zou ik gewoon een bunker zoeken als een zombie-apocalypse kan verrijden. Ik denk dat ik gewoon in mijn kwierkast kan spelen. Serieus? Ja, maar ik zit er wel in het telefoon. Wat ik zou meenemen is gewoon een mes. Ik neem denk ik een machet mee ofzo. Een rugzak. Een rugzak, want ja, je moet het spullen toch ergens in steken. Bikke eten aan. En dan wapens zoeken, hè. Oh ja. Ja, dat is klopt, ja. Ik zou gewoon een pistool van op het paard pakken. Ja, maar van mij, als je in die kast zit, kun je eigenlijk wel vrij lang denk ik overleven. Zo. Maar heb jij een geweer? Dat was. Ik heb geen echt weer getoond, hè. Dat is zot. Daarom zeg ik, moet toch een wapens gaan zoeken? Ja, onze paai hebben weer. Ja, zeg dan op. Ik win. Of zeker. Wat is een losse fosse dat? Losse fors. Ja, hartje plaatje. Maar als jij in een kast zit, hè. Neem ik een slot mee. Klopt, zeg je. Dan kan ik gewoon het vast zitten, hè. En ik kan gewoon mij laten bloeden. Gewoon, gewoon met een arm gewoon snijden met mijn zakmes ofzo. Of, hè? En dan dat bloed van mij. Al die kast meer. Hé, hey, maar dat is fucked up, zo. Dat is niet raar, al die zombies dat bloed hebben te komen. Ja, bij mij wel een beetje verzorgen en een beetje een bandband smeren met een mond ofzo. Je ziet hoe Thomas is. Oh, nee. Dan krijg al die zombies aan die kast geven dat te flippen met mijn tv. Heb je eigenlijk genoeg geld voor, genoeg punten voor de deur te openen? Ja. Doe die open! Oh! Omdat jij het zei. Oh, dank u. Oh. Dat ik hier naar eigen pad kan, hè? Oh. Hier is er al een. Oh shit. What the fuck? Ja. Je neemt die toch twee keer? What the fuck? Oeh. Trickshot. Dat was dus totaal niet dat. Totaal niet. Wat is dat? Oh, is een ballen. Oh, ja! Kom, we maken er een feest van. Waar jij? Party hardy! Hé jong, hé jong! Dun. Jij en ik, Picker Punch, samen, voor eeuwig, vernietigen wij de zombies, hier in dit lokaal. Oké, okay. Fuck up, bitch, ik ben niet weg. Oké, okay, waar zit ik in, Brian? Surprise! Loop, kut! Ik wil dat kist bij R doen, eigenlijk. Hey bitch. Hey, wat? Oh. Oh yeah. Regen. RPD. Regen? Nee, geen regen. RPD. RP. Oh yeah. Nee, wat? Want ik plak gewoon aan één en dan. Ah mensen, nu hoor je dat. Ik moet even aan één plak. Kom je aan binnen. Hallo. Oh. Wel Brian, ging nou bijna down. Echt wel, serieus. Oh, dat is goed. Oh, ja, ik zit een beetje vast. Tornado jump. Hallo. Kijk, is dat laag, hè? Nee, nee, vast. Ja, ja, schiet. Shit, yes! Yes! Ik was naar Rijmond zien. Jongen, kan ik overleven? Oké, okay. 7 kogels en 1 granaat. Ja, jongens, zeg. Ja, dan ga ik een suzie kapot. Ja, dan ga ik kapot. Allee! Ik ben een van jullie nu!
Hoe gaan we dat doen? Wacht. Eigenlijk al eerst snijven. Oh, kalm. Ja, ik heb maar 7 kogels! En 0. En een paar granaatjes was ik echt. Doe dit. Booby trap. En. Bam! Ik heb een bad. Hey, T-Bag. Oh, the fuck, kook T-Bag en ik er zo. Shit. Yes. Box time. Box kan alleen maar redden. Give me the box weapon, bitches. Yes, thank you. Yeah. Hopzij. Oh ja, yeah, max ammo. Party. I catch a grenade for you. Om het cool te maken, Brian. Please, laat de zombie achter hem zijn. Hallo, bitch. Waar is die ander eigenlijk? Man, ik hoor een geluidje, hè, man. Ik flip hier gewoon bij, hè. Wat? Stop mij dat geluid nog te maken. What the fuck? Dat ben ik. Dat geluid! Moet eens naar de lucht zien. Daar is het. Daar staat, you win this round. Hè? Tom, you win this round. Dat komt omdat ik dit spel heb gewonnen, een bitch. En beste kijkers, welkom terug. En de volgende keer mag ik bijna een spel kiezen. Vraaggericht kiezen, dus Black Ops 1. En GTA. Dan denk ik, als ik een voorkeur zou nemen, dat jij GTA zal kiezen, denk ik. Yeah. Ja? Ik dacht het al, dat jij GTA ging kiezen. Dan kan er nog iets spinnen, denk ik. Ja, ik ga echt dik winnen in Black Ops 1, hè. Maar ik ben te sterk tegen die zombies. Weer al gewonnen. Yeah. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En de volgende keer zijn we terug. Met Brian versus Zombies. Nee. Met Brian versus Thomas. Doei!